In de vorige video zagen we ontevredenheid onder de derde stand van de Franse bevolking uitliep op de Franse Revolutie, waarbij ook allerlei verlichte ideeën een rol speelden. Nu gaan we eens kijken hoe die Franse Revolutie verder verliep. We gaan kijken naar de Tweede Franse Revolutie, waarbij opnieuw verlichte ideeën een belangrijke rol spelen, maar die ook weer in de knel komen met hoe het in de praktijk moet worden uitgevoerd. We hadden gezien dat uit die Staten-Generaal de Nationale Vergadering voortkwam. En in die Nationale Vergadering er zijn eigenlijk twee groepen. De Girondijnen en de Jacobijnen. En de Girondijnen zijn behoorlijk gematigd in hun denken. Ze wilden dus wel verandering, maar ze waren eigenlijk ook al blij met de verandering die dan was doorgevoerd. Dus dat Frankrijk een constitutionele monarchie was geworden. Ze wilden dus ook geen verdere veranderingen. En ze vonden dus het censuskiesrecht zoals het was voor die rijkere burgerij. Dat vonden ze bijvoorbeeld prima. En die Girondijnen die kwamen dus vooral ook op voor de belangen van die rijkere burgerij. De Jacobijnen daarentegen die vonden dat alles nog niet ver genoeg was gegaan, dat die eerste Franse revolutie dat slechts het begin was geweest en dat het nu tijd was om door te pakken. Ze waren veel radicaler. Ze wilden stemrecht voor iedere burger, ze wilden een verhoging van de lonen, ze wilden een verlaging van de prijzen, ze wilden een afschaffing van de monarchie. Zo'n vorst die moest gewoon helemaal weg. Wie had dat nou bedacht, dat verstandig was? En ze wilden ook dat de idealen van de revolutie naar het buitenland werd verspreid, zodat ook daar een einde kwam aan de ongelijkheid. En afgezien van dat laatste punt misschien, zou je hieruit dus kunnen concluderen dat de Jacobijnen vooral opkwamen voor de armeren en voor de mensen die het wat slechter hadden, de rest van die derde stand. En het is dan dus ook niet zo gek dat die Jacobijnen steeds meer aanhangers krijgen onder de Franse bevolking. Want onder de Girondijnen, die in eerste instantie vooral de overhand hadden in de Nationale Vergadering, veranderde er na die eerste veranderingen, namelijk het feit dat Frankrijk constitutionele monarchie was geworden, niet zoveel meer. En dat ging dus niet ver genoeg volgens de Jacobijnen. Frankrijk had dus ook nog steeds een koning en die koning, Lodewijk de XVI, die besluit op een gegeven moment met zijn familie om naar het buitenland te vluchten. Hij wordt net voor de grens wordt hij tegengehouden en dat leidt tot een oorlog met Oostenrijk en Pruisen. Want die twee landen worden ervan verdacht dat ze samen met Lodewijk de XVI gaan proberen om een einde te maken aan de Franse Revolutie. Maar omdat hij gepakt wordt, wordt het niet het einde van de Franse Revolutie, maar het einde van koning Lodewijk de XVI. Hij wordt afgezet als koning. Hij is niet langer koning, maar hij wordt gewoon burger Louis Capet, want dat is zijn familienaam. En daarmee wordt Frankrijk een republiek en dat wordt eens te meer nog benadrukt als die burger Louis Capet, die voormalige koning Lodewijk de XVI, als die na een niet al te eerlijk proces, dan moet er meteen bijgezegd worden hoe verlicht wil je het hebben, en die executie die zien we hier op deze gravuren. Ja, en de sfeer in Frankrijk wordt dus steeds radicaler en de Jacobijnen die krijgen de overhand. Hè. Ze staan onder leiding van deze man die we hier zien, Robespierre. En die gaan een waar schrikbewind eigenlijk uitvoeren. Het slaat om van een heel radicaal bewind naar een soort terreurbewind. Zo komt dat dan ook bekend te staan. Want in die periode dat die Robespierre met zijn Jacobijnen aan de macht is, worden er tienduizenden tegenstanders van de Jacobijnen gedood met de guillotine. Ja, en dat is dus niet bepaald verlicht te noemen. En op een gegeven moment zie je dus ook dat de sfeer in Frankrijk weer omslaat, dat veel mensen dit weer veel te ver vinden te gaan. De bevolking komt in opstand en Robespierre die eindigt zelf ook onder die guillotine. Ja, een ander bekend persoon die onder de guillotine terechtkomt is Olympe de Gouges. Dat was een vrouw en zij is ook slachtoffer van die terreur. Zij is bekend geworden als schrijfster van de eerste verklaring voor de rechten van de vrouw en de burgeres, die we hier zien. En dat doet misschien een belletje rinkelen, want hey, hadden we niet eerder zoiets gezien? Jawel, we hadden eerder al gezien dat die Nationale Vergadering in 1789 de verklaring voor de rechten van de mens en burger uitgeeft. En die Olympe de Gouges zegt, ja, allemaal leuk en aardig, maar wat daarin staat in de verklaring voor de rechten van die mens en burger, dat geldt blijkbaar alleen voor mannen. En in mijn ogen zijn vrouwen gelijkwaardig aan mannen, dus zou dat ook voor vrouwen moeten gelden. En ook hier laat ze dus zien dat alhoewel er meer gelijkheid komt, er nog lang geen totale gelijkheid is in Frankrijk. Want vrouwen zijn dus blijkbaar achtergesteld. Nou, het blijft sowieso heel erg onrustig in Frankrijk. Ook als Robespierre en de Jacobijnen dus weg zijn. Het duurt echt enkele jaren voordat er weer echt een stabiele politieke situatie is. En er zijn verschillende redenen voor. Het belangrijkste ervan is misschien wel dat er gewoon grote hongersnood is, nog steeds in Frankrijk. En dat leidt uiteindelijk tot ontevredenheid bij de Jacobijnen, die dus weer opnieuw in opstand gaan komen, de Girondijnen weer lastig maken. Nou, je kunt je er iets bij voorstellen. Al die oorlogen met het buitenland maakt er ook niet bepaald rustiger op.
En het feit dat die adel, die voormalige tweede stand, dat die in opstand komt tegen de hele gang van zaken in Frankrijk, dat zorgt ook voor heel veel onrust. En het wordt dus tijd dat er iemand komt in Frankrijk die schoon schip gaat maken. En die iemand is Napoleon en die zullen we in de volgende video gaan zien.